Op de derde zondag van Pasen zitten we midden in de paastijd. We hebben met Pasen het verrijzingsfeest van Jezus gevierd. Maar het is ook een soort overgangstijd, zeker voor de leerlingen. Jezus is weg en hij is er nog wel. Maar wat moeten ze doen? En Petrus zegt, we gaan vissen. Hun oude beroep. Maar op een of andere manier zijn ze toch al meer mensenvisser geworden. En dat vissen, dat levert, dat brengt het niet. Ze gaan het water op, heel de nacht vangen ze niets. Het is dat beeld van, wat moeten we nou doen? Het oude beroep, zijn beroepsvissers, maar ze vangen niets. Zo kan het gaan. Ze wachten eigenlijk op een woord van Jezus, van waar moeten we naartoe? En Jezus verschijnt. Ze herkennen hem niet als je aan de oever staat. Maar hij vraagt naar hen over de vissen. Nee, we hebben niets. Gooi het net aan de andere kant uit. Ze doen het en ze vangen een massa vissen. En dan gaan de ogen open. Zoals vaker in het evangelie, de ogen gaan open en ze herkennen hem. En dan, eenmaal aan de oever, ontspint er een gesprek. Dit evangelie heeft een korte versie en een lange versie. In die lange versie, dan vraagt Jezus aan Petrus 3 keer, heb jij mij lief? En meteen gaat bij ons een lampje branden, want Petrus heeft Jezus 3 keer verloochend. Ooit heeft hij gezegd, ik ken die man niet. En nu wordt hij gevraagd, heb je mij lief? En Petrus zegt, ja, ik heb u lief. Wel terughoudend en ook wat bedroefd, want hij weet wat de achtergrond is. En dan zendt Jezus hem uit. En hij die eerst visser was, wordt nu herder. Herder in de plaats van Jezus. En zo kan Jezus met ieder van ons, wat we in ons leven hebben gedaan aan ervaringen, kan hij ombuigen en inzetten voor zijn koninkrijk.